Buiten is het grauw en grijs. En dus is het voor veel mensen tijd voor... Stuntpot, goedspot. Hodgepodge en dive. Boelijk goldstopper. Stampot dus. Stampot? I don't know what stampot. It's pretty good. I love it. Ja? Yeah. Yeah. De Hollandse pot is razend populair. In deze straat bijvoorbeeld zijn er al 5 restaurants waar je een bord stampot kan halen. Bij veel Amsterdammers was het al een hit, maar met een beetje hulp van social media weten nu ook veel toeristen het te vinden. I saw it on social media, some Chinese social media. Let's eat Dutch people food in Amsterdam City. I got mashed potatoes with green leafy veggies and a big ass meatball. It doesn't sound like the best dish that you know your dream of. But you're gonna try it anyway. Exactly, because I've been surprised before. Maybe it's awesome. Dat Hollandse pot geweldig kan zijn, weten ze bij restaurant Hap Hm al jaren. Dit is echt Hollandse pot. Dit is zoals oma dat vroeger bedacht heeft en de recepten worden doorgegeven van generatie op generatie. En wij zijn de derde generatie. Onder andere spersieboontjes, gestoofde prei, spruitjes en we gaan nog stampot zuurkool maken. We hebben nog rode kool. En ook hier zien ze dat steeds meer mensen in de rij staan. Elke avond vol. Om 5 uur begint het. Om 5 uur komen de vaste gasten. Ja. Het wordt populairder omdat het steeds tijdrovender wordt om dingen te koken. Ja. Want een schnitzel bakken, dat kan iedereen. Maar bijvoorbeeld stoofvlees maken, dat is een proces wat 2 dagen duurt. En die tijd wordt niet meer genomen, maar mensen vinden het wel heel lekker. Dus ze komen hier naartoe om dat te eten. It was amazing. I love it. It's delicious though. Ja? Ja. Je eet dus vanaf je 15e elke dag Hollandse pot. Ja, ja. En dat verveelt nooit? Nee, verveelt nooit. Behalve in het weekend, dan verveelt het me wel. Dan ga ik naar de Chinezen en haal ik een lekkere babi pangan.